Nou, we zijn weer een dagje verder. En ik heb alle kaarten en ballonnen opgehangen. Echt superleuk. En ik voel me vandaag gelukkig heel goed. Ik heb nu ook voor het eerst korte mouwen en een korte broek aan. Want ik ga dadelijk even naar buiten toe. Eventjes het zonnetje in. Even de kamer uit. Dus ik heb er zin in. Ook heb ik vandaag weer lekker voor het eerst gewoon genoten van iets te eten. Ik heb namelijk net 2 koekjes, een ijsje en hier zitten chipjes in. Ga ik daar ook eten en wat drinken. De rest van het eten krijg ik via dit slangetje, via de zonde. Die gaat naar mijn maag, dus via daar krijg ik de rest van mijn eten. Dus het maakt ook niet uit, ik hoef niet gezond te eten. Als ik zin heb in iets lekkers, kan ik het gewoon eten, want al mijn vitamine en zo krijg ik gewoon hier via binnen. Open. Zag je mijn hoofd erboven? Ja. Hé papa, ja. Waar gaan we heen? We gaan naar buiten, dan gaan we vis eten en friet en eigenlijk alles wat mijn bunny mag, hè? Was maar waar. Nou, dit is handig, als we deze kennen. Deze lift wordt een patiëntenlift. Ze hebben voorrang. En voor het eerst weer naar buiten. Je ziet wel wie er geen voetballer is. Oom papa.
Nou, net de medicijnen die ik via de zonde heb gehad, zijn allemaal om de bacteriën vanuit mijn maag en mijn darmen helemaal weg te krijgen. En nou moet ik deze pasta in mijn mond doen om alle bacteriën uit mijn mond te krijgen. Dan moet ik dit spul zeg maar op een wat staafje in mijn mond smeren. En dan 20 minuten niet eten en drinken om het zeg maar te laten intrekken. Het smaakt een beetje naar de fluoride bij de tandarts zeg maar. Alleen dan is het wat dikker en wat meer. En dan moet het zo in mijn wangen, bij mijn lippen en op mijn tong. Ze kunnen niet zomaar naar binnen, want dan moeten ze allemaal pakken en mondkapje op. Dus dan zetten ze het in de sluis. En als die deur weer dicht is, dan kan mama het pakken. En dan kan ik lekker eten. Kijk wat er nu op het menu staat. Ik ben weer eindelijk een video aan het editen. Dit is echt weer een hele poos geleden dat ik me goed genoeg heb gevoeld om te kunnen editen. Dus ik ben blij dat het vandaag gelukt is. Het is een oude video, omdat ik in de tussentijd heb ik me zo ziek gevoeld. Maar dat zul je in de volgende video's zien. Maar deze video is af. Dus deze, ja, nu zit je ernaar te kijken. Alleen is de video best wel rommelig, omdat ik elke keer verschillende stukken van de dag laat zien. Maar niet echt een goede overgang heb. En ook ben ik de outro vergeten. Dus het gaat nog niet helemaal lekker, maar ik ga mijn best doen opdat de volgende video's dat minder is. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog als je toch deze video nog een beetje leuk hebt gevonden. Laat weten in de reacties wat je nog meer wilt zien hier in het ziekenhuis. Of dat je ideeën hebt voor video's hier in het ziekenhuis op te nemen. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je niks van mijn avontuur wil missen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.